Cursus gedaan. En ik beheers de taal redelijk goed. Ik denk dat als ik het over een jaar spreek, ik het accentloos. Dat wil ik ook. Heb je plannen om weg te gaan? Ja, absoluut. Ja? Ja, Nederland is gewoon een klein land. En ik wil met andere regisseurs werken. En daar is Nederland gewoon te klein. Ik wil filmacteur blijven. Ja, ja. En die kans, die heb ik wel. Ja, ik kan wel wat erop wachten in Nederland, maar dat ik moet naar het buitenland dan. KFWB News 980, News on Demand. Ik heb in het begin behoorlijk afstandelijk en misschien wel wat arrogant opgesteld. Het eerste wat ze tegen me zeiden en wat ze vaak zeggen, je moet je naam veranderen. En toen dacht ik, ja, voor één film een naam veranderen, ik denk er niet over. Ik was echt aan het dollen al, een beetje sollen met de mensen waar ik dan tegenover zat. En als ze me echt wouden hebben, dan werd het vertaald van, ja, misschien snappen we hem niet helemaal. Maar misschien wil hij meer geld hebben. Terwijl, kon me geen reet schelen. En nou, kreeg mijn agent een bod van, of dan zei ik, ja joh, ik vind het niet echt interessant. En dat vond ik dan ook niet, dus dan kun ik het dus laten. Bericht van, nou ja, we weten dat ik het niet interessant vind, maar dan geven we gewoon wat meer geld. En meestal. En deed je het dan wel? Nee, meestal niet. Maar ja, soms wel eens een keertje, weet je wel. Serenitenen is heel makkelijk hier. Ik bedoel, dat is. Als je hier op een partijtje je rug keert naar iemand op het verkeerde moment, nou, dan kan je het schudden, wat dat betreft, weet je wel. Ja. Daarom zijn die partijtjes altijd zwaar genade, want iedereen, oh, how are you? Hi, how are you? Weet je wel, ze staan allemaal voortdurend niet meer terug naar elkaar toe. Doodeng. Even het scherm naar beneden laten. Dat is ook wel leuk. Wacht even. Zo. Zo. Ja. Nou.
Ja, dit is een ander soort garage, zeg maar. Dit is heel leuk. Dat vind ik echt... Op de rand van... Op de rand van raar is dit. Moet je kijken. Zie? Het zijn een aantal fans die vonden dat ze mij een ster moesten geven. Maar niet een Oscar, maar echt een echte ster. En je kan dus een naam van een ster kopen. Dan hebben ze dus een ster gevonden naast Orion. Nou, moet je hem opkomen, hè? Kijk, dit is een muurtje met spul. Even kijken, Dandelions, een film in Duitsland. Naturks fruit. Eureka, Golden Globe Awards, Umbrella Head, that's Who Are They, een documentaire over een homeless guy, die heb ik gemaakt. Wanted, Dead or Alive, Deadlock, Blind Fury, Lady Hawk, Blindside. Nou ja, je weet, ik heb er zo'n 100 gemaakt, zo langzamerhand. Legend of the Holy Drinker, NTSC. Buffy the Vampire Slayer, oké. Blind Fury, dit is allemaal VHS. Nou, dit is bijna allemaal behind the scenes. En dit soort spul, dit is echt oud spul. Ik heb iets van 15 films heb ik zo laten documenteren. Wat is er op te zien? Wat zie je? Nou, wat je ziet natuurlijk, laat maar zeggen, het woeste bedrijf gewoon in actie. Hoe het echt is en niet hoe het zogenaamd is. Het is de download code. Het is enig, $500 voor zo'n sessie. En dan... Ja, hij moet mijn tongval controleren of het goed is. Voor welke rol was dit? Heb ik nog niet uitgevolgd. I don't think this film ever happened. Almost certain that you killed my what? Killed my dick. Sounds very unfamiliar. Deze geloof ik. Is die kostelijk? In een week tijd had hij het gevecht met mij voor elkaar, terwijl ik dacht, dat red ik niet gewoon. Wat grappig is dat als je een zwaard gevecht hebt met iemand, als die ander goed is, dan lijkt het net alsof jij geweldig bent. Het lollige is, dit is voor mij niet lang geleden. Het zit, we zeggen, dit is gisteren voor mij. De burgers en buitenlijf maken al die kostuums vies. How is Filipino air? Is that any good? I see, okay. What do you mean? I do want to make a stop. Oh, somewhere else you mean, okay. I'm leaving, I'm supposed to fly on Monday if the money is in the bank. If it's not, then I'm not flying. It's all additional lines. Have to see what works within the space. This is in that space where that is? Yeah, we'll go to that queue and have a look.
Manier in de picture. Nog steeds. Ik kom af en toe kom ik op het grote scherm en de rest gaat via video, televisie, dvd, reist het de wereld rond. En ik heb gewoon hele verschillende dingen gedaan. Je hebt er zeker een mileage over hoe dat je goed kunt zijn op 10 films. Bij mij zijn er 7 goed, 5 heel aardig en 2 of 3 kunnen echt heel goed zijn. Ik heb altijd gedacht dat het om gewild te worden moet je gezien worden. En daar moet je niet lullig in zijn, vind ik. Want als je niet gezien bent, ben je heel snel weg. Wat ik doe, is een soort zoektocht naar je grenzen, mm-hmm. Vooral. En het is maar net hoe hard je zoekt, maar... Maar ben je daar wel eens tegen aangelopen of overheen? Ja, tuurlijk, zeker. Gelukkig wordt het meestal uit de film gesneden. Weet je wel, dan ga je er dus overheen, dat is zeker. Maar wat gebeurt er dan? Nou, waar we nou even niet over bezig. Wat gebeurt er als het misgaat? Ja. Nee, ik wou je nog wat anders vertellen, maar nou ben ik het dus kwijt. Ja, maar nou wil ik eerst dat weten. Ja. Je vindt dat het niet interessant is, dat gezoek? Wel, maar ik vraag me af, als je dan zegt van nou, dan kom je ook wel eens ergens uit. Dat je denkt, nou, het lijkt me eng. Ja, nou, dan maak je dus een klote film. Maar dat vind ik zo typisch Nederlands om daarover te gaan zeiken. Ik vind, dat moeten mensen zelf uitmaken. Hoe vaak kan iemand briljant zijn in zijn leven? Nou, tel maar op. Nou? Nee, dat moet je zelf maar uitmaken. Dat hou ik bij mezelf. Ja? Maar een aantal keren dus. Je vindt wel een aantal keren. Maar je wil niet zeggen en het is waarschijnlijk, keren. Nee, het is waarschijnlijk iets heel anders dan de meeste. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Maar het zijn gewoon hele spullen. Dat is je eigen maatstaf. En, ik denk dat jij jezelf briljant vond in Legend of the Holy Drink. Ja, dat is waar. Ik vind het mooiste, als ik het beste geslaagd ben, vind ik als je echt bijna niet voelt dat het geacteerd is. Dat vind ik dus zo mooi.
dat het dus heel, dat de huid dus heel dun is tussen de camera en jouw karakter. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar dat, daar zit een verschil in. En het eerste wat Ermanuel Olmi tegen me zei, de regisseur van die film, die zei, Rutger, is a movie, action movie, but in the face. En toen dacht ik, ja, dat moet ik doen. Man. Veel te leuk. Ja. Kijken of ik het kan. Het gevecht is tussen wat je interessant vindt in je hart en wat er op je weg komt. En dan is het gevecht in hoeverre je daar staande in houdt. Dan kun je niet anders profileren. Je bedoelt, heer Hauer wil graag liefdesfilm spelen, hij is beschikbaar. Je moet hem niet meer vragen als gevaarlijke engert. Nee, maar je moet mensen niet zeggen wat ze moeten doen. Je moet gewoon zelf zoeken. Dat je zegt, dat je, hoe zeg je dat dan? Dat je laat merken, ik wil ook wel eens iets anders, mensen. Ja, daar komen ze niet op. Dat is altijd hetzelfde gevecht gewoon. Maar ja, dat is wel een gevecht dat je niet vaak wint dan, hè? Nou, dat is de vraag. En of je daarmee de winner is. Dat, ik denk dat je dat... dat kan je zelf heel goed beantwoorden. Aanbieding. En of ik het script wil lezen. Zo simpel was dat. En ik heb het script gelezen en dacht, dat is, dit zou best eens leuk kunnen zijn. Goed spannend verhaal. Een liefdesverhaal. En na 30 jaar na Turks fruit heb ik daar wel zin aan. En dit is de manier waarop we het doen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je kan het op zoveel manieren doen. Maar deze manier vind ik echt leuk. Op straat gewoon. Make-up op straat. Heel weinig geld. Heel weinig trucs voorhanden. Alles moet met creatief denken gebeuren. Dat je heel dicht bij de werkelijkheid zoals die nu is. Die auto die er nu aankomt. Als we nu aan het draaien waren, moeten we hem gebruiken. En, er zit er een man in met een baal hout en dan denk je van, hebben we hout nodig in een film? Dan? Yes, weet je wel, het gaat voortdurend, je moet voortdurend kijken of die dingen erbij gaan horen of niet. Dat bestaat niet om dat te doen terwijl het betaald wordt eigenlijk. Dus je doet het gewoon, je geeft het aan jezelf als een cadeautje voor niks Nou, dan kijk je of het lukt. En als het echt goed lukt, dan blijft er dus iets heel moois over. En dat hoort dan weer bij je carrière, vind ik. En zelfs als niemand het ooit ziet, dan is het er toch. Cementen stompen. Een van die flats? Van die cementen stompen, ja.
Maar dit vind ik dus echt het mooiste wat er is. Als je naar buiten bent op het oceaan, dan heb je zo, dan voel je de eindigheid en de oneindigheid tegelijkertijd. En dat vind ik zo'n mooi gevoel. Een grote wieg van mama water. Had je dat altijd al? Altijd gehad, ja. Altijd, ja. Als kind ook? Ja, zeker. Altijd in de Amstel te zwemmen tussen de drollen door. En... heerlijk. Ja. Een beetje een wildwoest jongetje, denk ik. En lief ook, heel lief. Dat is geloof ik de eerste wat ik... mijn eerste zin die ik ooit kon zeggen. Vind je mij wel lief? Ik sprak ook plat Amsterdams. Vind je mij wel lief? Toen kwam mijn moeder terug van Indonesië, waar ze met mijn vader samen waren ze op een soort culturele tocht geweest. Hadden ze daar wat geacteerd. Indonesië, ik moest met een schip. En ze waren, en ik was dus ja, 2, 3 of zoiets. En ik was een beetje laat met alles. Lopen laat, praten laat. Maar goed, de eerste zin toen ze terug waren, vind je mij wel lief? Maar, wie was dat weer? Els zegt dat ik wel lief ben. Het was dan de oppas. Ja. Kijk, een beetje... Ik vind het heel leuk om weg te gaan, zeg maar, om wat te gaan filmen en werken en doen. Maar het mooiste is om thuis te komen. En, maar waar is dat dan, thuis? Friesland. En ik heb ontdekt dat er 5 eeuwen van Friezen in mijn moeders bloed zaten. Dus ik snapte ineens waarom ik nou zo nodig daar altijd heb moeten wonen. En het andere ankje is gewoon, dat is gewoon mijn vrouw. 35 jaar zijn we samen nu. En dus ja, het kan best moeilijk zijn. We zijn natuurlijk heel erg veel los van elkaar. En dan ineens weer een maand ja, bij elkaar en weet je wel zo. Maar ja. Het is mooi. Ja. Het is echt, als je het nou hebt over een anker, dat is een anker. En dan een hele poos niks. En dan de rest van de wereld, weet je. Leuk, hè? Nou, daar. Ik vind het zo dag, leuk. Meneer. Ja, dat komt er niet. Komt u hier vaak? Ja. Gewoon hierop. Nou, dag. Dag. Tot straks. Ja. Zwarte koffie aan de rocks heb ik nu. He? Normaal heb je hier whisky in. Nou, dat is Ineke. Toen ik heb net leren kennen, toen we elkaar leren kennen. En dit is Marius. Dat is Ineke's broer. En dat is mijn beste vriend geworden eigenlijk. En die is overleden toen hij 29 was. Aan Hodgkin. De enige echte filmster gewoon. Ja, echt waar. En de beelden komen ook uit L.A. Dat is de eerste wat ik ooit heb gekocht. Die zijn gemaakt van bumpers. Oh ja? Ja. Ja. Beelden van bumpers. Hoe kom je erop? En dit is mijn KLM. Zo vaak ben ik heen en weer vloggen. Zie? Ik
kreeg je toch elke keer een huisje. Ik geloof niet dat ze dat nou nog doen. Maar... Nou, alleen als je in de business class zit, volgens ja, mij. Ja, maar in de economy, daar doe ik het niet voor. Dat is, Dat is duidelijk. Nou. De boer moet zelfs de leien houden, de Friese spreuken. En... Wat betekent dat? Ja, dat de boer gewoon zelf de leidsels in zijn handen moet houden. Deze vind ik ook leuk, van Boegje en Vreemd. Het komt eigenlijk niet op koppig, dus. Van Boegje en Vreemd. Vreemd. Zit je hier vaak? Ja. Ja, zo vaak als we er zijn, zitten we hier. Zijn jullie hier wel eens? Ja. En ja. Nou, je bent een jaar niet thuis geweest, nee, toch? Nee, ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar ja, als we samen thuis zijn, dan zitten we hier. We zitten hier, we wonen eigenlijk alle kamers wel. Ja. En dit zijn, dit is eigenlijk, kijken. Ja, het begint. Vlak naar voren of zo. Nelly. En twee honden, waren er drie toen. Ik had een workshop gedaan met gedichten gelezen, heel artistiek en zo, in Heerenveen. En mijn auto ging kapot, of hij wou niet meer, het was koud, hij wou niet starten, er was iets mee. En haar broer zei, ach, dan ga je om, gewoon, kom je gewoon bij mij slapen. En, nou, dat is oké. En de volgende dag werd ik wakker en toen kreeg ik ontbijt op bed, omdat ik nog uit had gehad, van haar moeder. En in de kamer zat zij. En toen zei ze weer, ga je mee naar de dijk? Ik ga even wat hout halen. Zei, ja, natuurlijk ga ik mee naar de dijk. Nou, toen hebben we zitten kletsen op de dijk in de kou. Dat was heel spannend. En heel warm meteen. Ja, en zij wist het meteen. Bij mij wou het er niet meteen in. Maar ik dacht wel, oh god, wat een aparte vrouw is dit, dacht ik. Een beetje eng gewoon. Die moet ik hebben, dacht je? Nee, ik dacht van dat kan niet. Dat kan niet waar wezen, dacht ik. Nee. Dat kan toch niet? Zoiets kan je toch niet? Nee, ik had helemaal geen plannen verder. Maar ik dacht wel. Je kan toch niet zo thuis voelen bij iemand. Dat kan toch helemaal niet? Dat is eng. Dus daar heb ik heel lang over moeten nadenken, maar goed, dat kan je niet tegenhouden. Dan ben je wel heel stom. Ja. Ik vond het ontzettend indrukwekkend, ik vond het ontzettend knap. Jezus, Mine, wat zat opeens aan de keukentafel bij mijn moeder? Zat dus een soort echt een blonde god die van zijn santé niet afwist eigenlijk, weet je wel. Ik was meteen van, godverdomme zeg. En ja, ik was wel door de wol geverfd, toch wel. Dat was wel een stout meisje wel. En toen dacht ik van, goh, ja, ik kwam thuis eigenlijk. Hè, en ik wist meteen dat het was. Zo'n raar gevoel. Net of je iemand kent van je vorige leven. Zo van, nou, dat is hem dan. Klaar. Zo is het ook gegaan. Ik ben ook nooit meer weg geweest sinds die dag. Wat mij aantrok, denk ik, is een intellectuele boer. Een man met grote handen en die op een trekker zat en ondertussen ja, prachtige poëzie dicteerde en hele mooie dingen zei. En helemaal obsessed was door het toneel en nou, vooral poëzie heel erg. En ik was toen in de tijd van Neeltje Maria Min en zo. Ik vond het prachtig. En dat raakte mij heel erg. Iemand die zeg maar. Heel erg van op Chet Baker, maar ook de cantates van Bach precies wist te benoemen en zo. En dus die
die twee dingen, het hele aardse en het hele poëtische. Ik vond het ook altijd heel grappig, omdat zijn auto is vol met van die kostuumdelen, schoenen met grote gespen op. Beetje hele rare dingen. En ik vond het heel erg interessant wel, ja. Zo is het echt gekomen. En toen zijn we samen gewonnen. Meteen? Hij had geen huis, dus hij kroop bij mijn ouders in en bij mij. Want ik was op dat moment ook thuis. En dat heeft zo'n 3 maanden geduurd. Toen zijn we samen, hebben we een huisje gehuurd hier in Friesland. En toen zat hij bij de Noorderkompie. En toen begon, het was Floris, kwam net uit toen ook. En toen begon al dat gedoe van bekend en zakkenpost. En het was een leuke tijd. Zonder een cent te makken, maar gewoon geweldig. Ja, echt hippies met veel plezier. Het is ontzettend leuk om ergens heen te rijden in plaats van te vliegen. Ik heb het zelf gebouwd en ik heb hier 15 films mee gedraaid, in het buitenland dus. Het rijden is het leukste, want het is een heel groot avontuur elke keer. Omdat het zo'n groot ding is, en ik wil natuurlijk op het punt van de berg parkeren. Waar het mooi is en waar het leuk is, dus dat gaat met de hoogte, is even echt altijd. Maar daarna heb ik de motor van buiten, dan ga ik even wat rondcrossen om te kijken waar ik wel kan staan. Dan doe je de motor, die zit hier ook in. Die zit voorin, ja. Ik ben helemaal gefascineerd door het behang. Ja, het is een woest behangetje. Ja. Wie heeft dat uitgezocht? Nou leuk. Ik. Ja. Ja, ik zag het en ik dacht, ja, dat is leuk gewoon. Ja. Maar die ridder, dat is toch... Misschien psychologisch zit er nog wat in. Hè? Nou, ja toch? Die oude ridder, ja. Ik ben het gewoon begonnen omdat ik het leek me leuk. Ik had helemaal geen carrière nog in het buitenland. Een Soldaat van Oranje had ik een beurs nog. En na Soldaat van Oranje dacht ik, als het ooit zover komt dat ik wel in het buitenland werk, dan is het misschien wel handig om zo'n ding te hebben. En daar ben ik mee begonnen. Ik wist dus niet wat er zou gebeuren. Het was zuiver een gok gewoon. Het lijkt wel zo dat ik een aantal dingen heel goed heb aangevoeld en dat ik toch een beetje op heb ingespeeld. Of je wilde het graag? Ik vond het allemaal, het kon me geen zak schelen. Ik vond het wel interessant en leuk, maar niet zo van, dat wordt mijn carrière. Het leek me onmogelijk eigenlijk. Ik heb er heel lang over gedaan om te begrijpen dat ik echt, dat het dus toch wel een acteur was die in films werkte en dat ging maar door. Hij was heel erg zoekende, denk ik toch. Toen was ook nog maar 25 of 26. En als eerste, een beetje als eerste bekende filmster, als je dat zo wil zeggen, in Nederland. Ja, maar we wisten toch ook niks. We gingen toch ook maar gewoon leuk, leuk naar Amerika. Wij gingen op blote voeten. Ja, ik denk wel eens, wat voor door is dat? Dat zou je dus bijvoorbeeld nu niet meer doen. Maar hij ging gewoon met een camper voor zo'n enorm agentenkamp. Gewoon vies, we kwamen gewoon uit de bergen, zonder, had niet eens schoenen aan en een heel goor pak. En dan ging je gewoon heen om te kijken of ze een bouw vertegenwoordigen. En dat ging, Zo werkte het ook niet, nee. Nee, want moesten jullie niet naar feestjes en zo in Los Angeles? Dat hebben we nooit gedaan, nee. Nee. nee, behalve als het leuk was, dan wel, als je zeg maar een reden had. We hebben niet dingen gedaan omdat het moet, omdat het handig is voor je carrière of dat het belangrijk is voor later. Nooit en ever. Alleen maar voor mensen waar we van houden en waar het leuk bij is eigenlijk. Hoe kwam je daar onderuit? Ja, dat ging gewoon niet. Deed dat gewoon niet. Heading west on a long, lonely highway, only his dreams for company, until... My mother told me never to do this. Before many miles, he'll wish he'd taken his mom's advice. Tijdens het draaien van The Hitcher heb ik me voorgenomen om flexibeler te zijn in mijn manier van werken.
Dus niet zo eigenwijs en niet zo woedend of stuurs of eigenzinnig. Bang misschien een beetje of zo. Ik heb alles altijd bevochten, weet je wel. Dat is heel lastig, zonde van energie. Ja, hij is veel toegankelijker geworden. Ik denk dat je vroeger heel ontoegankelijk is en als vrij moeilijk ondervonden, denk ik. En dat is toch wel, dat is gewoon over. In hoeverre ben jij betrokken bij dingen die hij doet, rollen en strips? Niet. Ik ben er wel betrokken bij, maar ik bedoel, hij doet wat hij doet. En ik kan wel zeggen van, nou, dat vind ik niet zo leuk of wel leuk of zo. Dat kan ik natuurlijk best zeggen, maar dat trekt hij zich niet zoveel van aan. Als je samen bent, moet je iemand het grootste geluk gunnen. En dat je iemand moet gunnen om zich te ontplooien en te doen wat hij in het leven vindt dat hij moet doen. En dan moet je hem in stimuleren en laten gaan, ook hoe moeilijk het voor jezelf is. Maar je moet wel loslaten. Als je niet kan loslaten en je is het gedoemd, dan is het leuk om hoe dan ook. Ja, ik kan absoluut niet zonder hem, terwijl ik altijd zonder hem moet. Ja. Afgelopen 18 maanden heb ik geloof ik wel iets van 8 verschillende dingen gedaan. Van alles en nog wat. Echt super. Drukker dan sinds 87. Noem eens wat voor soort dingen? Nou ja, McAllister, Moving McAllister. Daarvoor deed het gewoon niet. Het is verdwenen. 2 weken geleden weet ik nog, maar daarna. Waar doe je het dan voor? Ik heb in het begin van mijn carrière al gedacht van als ik alleen doe wat ik interessant vind, echt heel interessant, dan besta ik niet als acteur, want dan doe ik te weinig. 100 meters, turn right. Dan doe ik te weinig om acteur te kunnen zijn. Als min of meer doe ik een derde voor het geld, voor de hoeveelste weer. Een derde voor, als ik het kan. Maar dat is een soort van koers. Een derde voor het geld, een derde voor artistiek en een derde voor nieuw talent. Interessante, rare dingen. Daar hou je een beetje aan. Maar in welke categorie valt deze film dan? Goal? Deze valt in de categorie van een baan in. Een redelijke baan in een aardige film. Right. Voor kinderen, min of meer. Zoiets. Ik vind het het is een heel aardige manier om wat geld te verdienen, dit. Dit is Real Madrid, zie? Hier begint het. Dit is het mekka van voetbal Madrid. En hier ben jij trainer van dit elftal? Ja. Yes? Oké, thanks. Is he gonna double for? Is he gonna double? Yeah, Canizares. Do you know who is Canizares? No, but it looks good. The football player to stop. Yeah. 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 And in Valencia. Mm-hmm.
wist jij van voetbal? Niks. Nog niet. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Je komt hier aan en ze zeggen je bent een voetbaltrainer. Ja. En je weet er niets van? Nee. Nou, dan denk je, wat staat er in het script? En dan zegt de regisseur, nou moet je dit en dat eens even bekijken. En dan ga je naar wat wedstrijden. Probeer je wat met spelers te praten. En dan is het, dan weet ik er meer van, vind ik. En zij willen heel graag een strenge coach. Dat is gewoon zo. In voetbal willen ze graag een strenge coach. Die zegt, godverdomme, geen gedonder. Dus dat moet je dan echt opbrengen. Niet te lief, niet te aardig. Zo werkt dat gewoon. Ik denk dat ik het wel snap. De bal gaat daarin of daarin. En als je dan wat denkt van ik moet ze even wat duidelijk maken, dan loop je dus naar voren. Weet je wel, dan sta je dus te wachten. Dat zie je altijd zo. En dat is het dan, weet je wel. Het moeilijkste van dit soort rollen is dat je een soort van autoriteit, een begrijpelijke autoriteit, met een zekere warmte, dat is natuurlijk niet zo makkelijk, of je dat kan hebben voor zo'n rol, en dat is het belangrijkste. Dat is heel moeilijk. Omdat zo'n man is een beetje een pastoor en een legerleider. Die clubs worden geleid een beetje als het leger. Van, mannen, weg er dan niet van, en het is allemaal van dit en van dat. Maar ja, ik wil dat natuurlijk wel spannend maken. Rutger. Yes, hi. How are you doing? Hi, good. So, nos leider en hostias. Con el rey estamos más altos. Sí, no podemos bajar tanto como con esto. Qué moverla, nos vemos, ¿eh? So, where do you want me to see them? Yeah, or there. Yeah, okay. Yeah. Brian, no, no, just space around. Brian, come on. Motor! I'm moving. 523, take one, B camera. Baja. 53. Right. Set. And action. Action. Okay, and Zidane has the ball. He passes to Beckham. Beckham to Zidane, to Robinho. Goes to Santin, he falls down. He's not getting up. He's still on the floor. Harris! Going. Okay, let's reset. Cut. You're gonna say it this loud, you should say it to Harris. If not, just whisper it to him. Which is no, just whisper it to him. It's too big. Okay. It's too big. Okay. It's like, I got it. You know. Just do it slower. It's slower, you know, maybe, you know, he's not getting up. It's like, first you see the injury. Yeah. You know, so it's right. Like, what happened? Right. And then okay. He's not getting up, so you slowly. Okay? Get okay. It? Suspense, mystery. No, I thought you wanted the shock, but it's, yeah, different. Right. Yeah, I might change my mind very often. No, sure. Yeah. Sit, and action. Okay, watching the game. And back into Zidane to Ronaldinho. And Beckham has it. He passes to Santi. And Santi falls down. He's not getting up. It's his ankle. Gavin, a calentar. Blijft natuurlijk altijd een beetje aan de buitenkant. Dat is, ik ben, doe wel, maar hou het in de gaten. Ik verlies mij niet in het, ik vergeet niet dat ik een speler ben. Ik speel met het publiek dat ik de coach ben. Het is het spel. Do it again. One more. Pasa. Beckham. Raul. Guti. A la cabeza. Uno, dos, tres. Goal! Oh! Yes! Okay, so last one. This is the heavy presence but no words. That's the one. Yes.
Heavy presence with no words? Wat moet je dan doen? Nou ja, dus meewandelen of zo. Action! Oude jongens kunnen net wel samen. Echt dus met de camera zo wat te dollen op een lekker glaasje mee erbij. Het gaat over het begin, hoe we elkaar ooit hebben ontmoet. Ik was voor soldaat van Oranje. Wanneer heb je dit opgenomen? Een maand of twee geleden. Op weg naar huis ben ik bij hem langs gegaan op Hawaii. Gewoon hier nog even op terugkomen. Onze levens zijn heel erg verbonden. Ons leven bestaat niet zonder elkaar eigenlijk, op een hele rare manier. Ja. Nog nooit eerder kwamen twee in rok gestoken acteurs per motorfiets naar een première. Rutger Hauer en Jeroen Krabbe deden dat voor Soldaat van Oranje. Na afloop van de eerste vertoning stelde Erik Hazelhoff Roelfsema, wiens autobiografie aan de film ten grondslag ligt, de medewerkenden aan het publiek voor. Allereerst Rutger Hauer. Ik was een beginnend acteur en ik had niet het gevoel dat ik nog erg veel op zak had als acteur. Gewoon dat je dat ook een beetje waarachtig zou kunnen doen. Dat vond ik ernstig te betwijfelen. Ik vond heel erg dat ik mijn best moet doen om meer in zijn huid te kruipen. In plaats van, à la Turks fruit, gewoon iets gewoon mee te nemen. Hè. Turks fruit vond ik niet zozeer acteren. Ik dacht gewoon dat ben ik net ongeveer zelf, dus dat moet ik gewoon doen. Maar dit was echt een rol. Hij heeft me geholpen op heel veel momenten. Als ik het niet meer wist, zou ik maar zeggen, dan sprak ik met hem. En dan was het in een kwartiertje had hij me iets gezegd. Ik dacht, ja, dat heeft hij gelijk. Zo. En hij heeft ook iets van, ja, nee, dat moet je zo doen. Gewoon. Dat moet je toch gewoon zo doen. En dan denk je, ja, eigenlijk moet het ook zo. Een team van een man en vrouw die het ja, echt goed jij je mond nog even. Ik moet even bij jou. Vertel jij maar over jou. Het is een vader voor me geworden. Het is een vriend en een vader voor me geworden. Laat maar zeggen, voor de rest van mijn leven. Hoe zit het met je eigen vader dan? Ja, het was een hele, hele uitzonderlijke en eigenzinnige man. Maar acteur ja. Ook, toch? En acteur, ja. Mijn vader had het eigenlijk een beetje moeilijk gehad in de oorlog, omdat hij... Ja, ik dacht dat hij in de 30 was toen de oorlog uitbrak. En hij begon eigenlijk net op een bepaalde manier door te breken, als je dat kunt zeggen, in het theater. Hij was een man van zekere naam. Maar hij had een beetje zijn kans gemist dat het de oorlog uitbrak. En ik heb altijd gevoeld in hem dat hij toch een beetje een soort teleurstelling had over dat het zo heeft moeten lopen. Maar heeft hij wel nog gezien hoe succesvol jij bent geworden? Nou, hij heeft er een paar dingen van gezien. Ze waren een beetje, ik weet niet precies wat het was, maar ze waren een beetje benauwd voor... Turks fruit was natuurlijk veel te bloot en dat hadden ze echt geen kaas van gegeten. Dat was gewoon niet in hun, kwam niet in hun... Turks fruit kwam gewoon niet voor in hun leven. Waren zij op de première? Nee, dat durfden ze niet. Of ze waren, ik weet het niet precies waarom ze daar dan niet waren. Ik weet niet of ik ze nou, dat weet ik niet precies. Het heeft vrij lang geduurd voordat ze zich realiseerden dat het eigenlijk ook wel een soort, dat het wel redelijk serieus was ook. Ja, het is heel. Aan het eind van zijn leven hebben we een gesprek gehad samen. Waarin ik eigenlijk tegen hem zei, waarom hebben we dit nooit eerder gedaan? En hij zei, ik weet het niet. En dat was eigenlijk ook het afscheid. Dat gebeurde zo. Dat was het laatste gesprek wat ik met hem gehad heb. En het was heel eigenaardig. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Dat is natuurlijk wel een beetje verdrietig ook. Mm. Ja. Maar ja. Zonde, hè? Ja. Maar ja,
het is de grap van het leven is, als je je afvraagt wat er allemaal zonde is, dan word je heel verdrietig. En dat kan, in wezen is dat niet zo. Dus dat is het. Ik denk dat dat de weg is. En niet, niet het doel, zeg maar. Nee, nee. Ja, wat je mist in het leven, dat is niet het doel. Weet je, dat is, vind ik een hele grappige, want er zijn, ik ontmoet veel mensen die, die veel, dat is een soort voorwaarde, dat ze zeggen, ja, ik, dit was er niet, dat was er niet, dat was er niet. En dat betekent eigenlijk dat vandaag niet goed genoeg is, gewoon, daar komt het op neer. En dan denk je van, dat is toch wel, dat is jammer. Het meegekregen dat ik eigenlijk dacht. Speeldrift. Ja. Daar ben ik aan verslaafd. Het leven is voor mij een spel. In die vertoning speel ik een rol, ja. Welke rol dan? Van acteur. Het is nooit waar. Het is net alsof je probeert wat velletjes af te pellen van je. Je wil je bevrijden van een aantal velletjes. En dat zijn DNA-velletjes. En, nou, noem het maar op. Hè? Pijnvelletjes. En sommige kan je niet, die krijg je gewoon niet los. Maar sommige wel. En dat geeft een soort bevrijding. Maar dat is eigenlijk dan een manier waarop jij hebt besloten, zo kan ik met het leven omgaan. Of zo wil ik het, toch? Nee. Nee? Nee, heb ik niet besloten. Kijk, ik ben niet zo hoofdelijk. Ik denk met mijn hoofd achter de dingen aan. Ik, net als veel van mijn karakters, ik laat ze eerst handelen. En dan denken ze daarna van, oh, 2 keer 2 is 4, denk ik. Of ze gaan rekenen of gaan nadenken. Ik vind het een heel spannend soort wedstrijd met mezelf. En het is heel raar, maar je zoekt naar iets. Als je niet zou willen zoeken meer, dan hoeft het ook niet meer volgens mij. Voor mij zitten bijna alle films in de categorie dat zou misschien wel een meesterwerk kunnen worden. Maar dan moet je wel een grote meester aan het roer hebben. Blade Runner was wel heel grappig. Want daar was eigenlijk alles maanden van tevoren gepland en gebouwd. En het is toch grappig dat je dan om een of andere reden toch een lampje kan laten vallen. En dat is niet gepland. Zo'n lampje als de duif of nou, noem maar wat op, weet je wel. Hoe bedoel je die duif? Nou, die duif die stond niet in het script, dus die dacht van, die kan hij wel hebben. Terwijl je naar iets aan het zoeken bent, kom je op die rare ideeën. Of ja, die ideeën die komen uit het, die komen ergens vandaan. Die zijn niet gepland. En een aantal van die toevalligheden, als ze goed werken, maken dat het heel erg speciaal wordt. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Nou ja, daar stond een pagina tekst en die hebben we geschrapt, gewoon. Ja, 3 zinnen gewoon. En nam die duif erbij, dus als je hem los laat, dan vliegt hij weg.
En dan hoef je het niet te zeggen. Het is beeld, beeldtaal. Leuk. Het is allemaal toevallig allemaal heel goed. Ja, hij heeft het uitgepakt. Het script is vaak gewoon maar een indicatie voor wat er uiteindelijk overblijft als film. Chet, Maria, Chet. Het feit dat de wereld, of een deel van de wereld, vindt dat je Spielberg moet wezen en dat je Oscars moet winnen, dat doet me niks. Dat vind ik, kan me niks schelen. Als je je gevoel voor de buitenwereld en de menselijke, de echte menselijke gevoelens, als je dat kwijtraakt, dan ben je dus Hollywood gegaan. En dat is niet best. En dat, ja, ben ik niet van plan om daar mee te doen. Nooit gedaan. Nou, je gaat als persoon ga je natuurlijk ook door een aantal ontwikkelingen. Dat je denkt van ja, dat had ik 10 jaar geleden ook wel kunnen verzinnen. Maar dat heeft meer te maken met je eigen tijdperk. Dat je gewoon te stom bent voor het een of het ander. Weet je, de waarheid is eigenlijk altijd welkom, maar je moet erover hebben. Dus ja, bepaalde fouten die je inziet of iets dergelijks, dat is in je eigen ontwikkeling. Dat, ja, dat komt gewoon, ja, weet ik niet. Ga ik je niet vertellen. Maakt me niet interessanter. Nee? Mm. Wil je een mysterie zijn? Is prima voor mij. De valkuil is natuurlijk dat je gaat geloven wat niet waar is. Dat is echt heel typisch voor een acteur. He, voor een, he, de buitenwereld. Dat er zoveel hete wind naar je toe wordt geblazen dat je denkt van ja, dat hebben we er gelijk in. En dat heb ik heus wel gehad. Ik dacht van ja, dat is, maar niet zo lang. Wat dacht je dan? Nou, dan denk je van, ach, ik ben geweldig. Maar dat kan ik niet volhouden, dat lukt niet. En daar ben ik niet schuw in, maar dat kan ik dan denk ik niet. They are waiting for you, one second. Perdóname, repite, Eric. I want it. Repetite, repete. Dus en wat je al eerder zei, het begin, weet je wel, dus... Maar hoe kan je dan niet volhouden dat je geweldig bent? Ja, omdat het niet waar is, gewoon. Bovendien is het niet belangrijk. Dat moet je aan andere mensen overlaten. Het maakt toch geen flikker uit. Moet je best doen. Het is heel erg verlichtend om te begrijpen voor jezelf dat het helemaal niet erg is dat mensen je niet begrijpen. Mensen snappen je of ze snappen je niet.